It's a man's world. This is a man's world. But it won't be me nothing. Nothing without a woman or a girl. This is a man's world. But nothing without a woman or a girl. Microfinanciering en microverzekeren is een vrouwenzaak. En dit zal deze avond duidelijk worden. BRS en de werking in het zuiden, microfinancieren in essentie, is een aangelegenheid meestal van de vrouwen. Het zijn de vrouwen die de heldbeugel houden in het zuiden. Het zijn de vrouwen die het budget beheren. En in KBC hebben we ook straffe madammen. Steffi, jij bent in je eentje naar Senegal getrokken. Ik ben trots dat ik vandaag ook mee op het podium kon staan. Ik ben zeker nog niet lang actief bij BRS. En het is leuk dat ik na één opdracht bij de straffe dames kan horen. Ik kijk er wel naar uit om mijn verhaal vanavond te vertellen. De mensen die komen, die kunnen echt concreet zien wat KBC juist betekent voor BRS. Dat KBC mensen stuurt en eigenlijk ter plaatse opleidingen geeft, maar dat ginder echt wel ter harte wordt genomen. Wel, ik denk dat BRS een belangrijke rol speelt in het zuiden. Zo ben ik bijvoorbeeld in Rwanda naar de Turembre geweest. Dat was een training. Die mensen hebben die training gevolgd. En de consultants van BRS blijven opvolgen of dat inderdaad resultaat heeft. Ik ben dus naar El Salvador gegaan met BRS. Dus wij hebben consultancydiensten verleend op het vlak van marketing, op het vlak van risk management en ook op het vlak van audit. Dus audit, dat is mijn domein in feite. Dus ik vond dat ook een heel leuk aspect van mijn samenwerking met BRS, is het feit dat zij cliënten helpen, ze mensen helpen die echt vooruit willen. Als we kijken naar het aantal vrouwen op de hogere echelons van onze KBC, dan zien we dat er stelselmatig een verbetering komt. Maar we hebben toch nog wel een lange weg af te leggen. Als we dan de getuigenissen horen hier van de dames vandaag, dan zeggen we, inderdaad, ergens anders in de wereld zien we toch dat vrouwen een behoorlijke weg hebben afgelegd. En we kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Wanneer we een klant uit het zuiden naar België halen, dan moet dat Beatrice zijn. Waarom dadelijk de keuze om babykleren te maken? Ik heb een kleine kleine Afrika, kleine 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 kleine. Ik vond het een heel leuke avond. De titel sprak mij direct aan. Ik was heel blij dat het over vrouwen ging gaan, want dat is ook een beetje ja, iets waar ik ook mee voor wil gaan. Dat er wat meer vrouwen aanwezig zijn, zowel bij BRS als algemeen in elke raad van bestuur. Ik hoop ook dat die vier vrouwen een aanzet kunnen zijn om bijvoorbeeld bij KBC meer mensen te engageren voor BRS. Dit is net het mooie van een coöperatie als CERA, dat mensen samen dingen doen, dat ze solidair zijn en dat ze respect hebben voor ieder individu. Dat blijkt ook vanavond opnieuw en dit doet enorm veel deugd.